Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zal denken, is het Rollercoaster Tycoon 1? Nee. Is het Rollercoaster Tycoon 2? Nee. Is het de nieuwste Rollercoaster Tycoon World? Ook niet. Dit is Parkitect en het is nog in een Kickstarter-basis, dus het is nog allemaal in de maak. Maar het ziet er echt heel vet uit. Ik ga uitzoomen. Dit is dus het pretpark met een achtbaan. En even kijken, er staan allemaal attracties. En we gaan er gewoon een beetje kijken hoe het eruit ziet. Ik doe even de M. Ik mute heel veel geluid. Nou, zoals je ziet, kan er dus gekotst worden door bezoekers. Het is een beetje een 3D dus, zoals je ziet. Ik volg even de baan. Ziet er echt fantastisch vloeiend uit. Je kan dus zelf je eigen achtbanen gaan bouwen. Ja, je kan niet veel. Je kan alleen kijken in het park wat hun hebben gebouwd. Maar dit is wel een idee hoe het eruit ziet. En als je ook kijkt hier, dan zie je dus ook mensen met een ballonnetje lopen. Je ziet dat ze echt wachtrijtjes hebben, net als Rollercoaster Tycoon 2. Het is ook best heel leuk om te zien, want je ziet ook echt de mensen naar de karretjes toe gaan. We zullen even kijken of we ergens kunnen kijken als mensen gaan instappen. Hier bijvoorbeeld, het reuzenrad. Nou gaan we kijken, hier zit nog een bankje vrij. Het is echt heel vet gedaan, de muziek is ook leuk. Heel grappig gedaan. Kijk, hier zitten twee bezoekers, ook met de ballon trouwens. En als het goed is gaat het nu stoppen. Gaat het niet stoppen? Dan gaan mensen hier misschien. Ja. Ook niet. Nou, ander voorbeeld. Hier zo zie ik de attractie stilstaan. Kijk, er gaan nu mensen instappen. En ze lopen echt naar het karretje toe waar ze in willen. Echt fantastisch gedaan. Kijk, en ze lopen echt helemaal naar een plek toe waar ze naartoe willen. En dat is heel gaaf, want bij Rollercoaster 2 zag je altijd dat ze hier verdwenen. En dan werd ze automatisch in de attractie gezet. En dat ziet er heel stoer uit. Nou, we zien een topspin hier. Bankjes langs de weg. Het ziet er eigenlijk best heel simpel uit, maar wel echt gaaf. En hier zien we ook winkeltjes. En ik had gezien dat hier werd goodies gedropt. Dus eigenlijk dozenkratten. En die sleepten ze dan eigenlijk een park in om hier aan de winkeltjes te geven. Dus er worden echt goederen afgeleverd in het park. Dus dat is echt heel gaaf. We kunnen even kijken nog naar deze attractie. Ik durf de geluid uit. Het is ook echt fantastisch. Je ziet mensen met een arm omhoog. Even kijken. Nou, ze gaan eruit. En er komen nieuwe mensen in. Ik weet voor de rest niet veel. Dit is 5 maanden is het al in ontwikkeling. En ze zijn nog heel lang bezig. Maar beneden in het linkje zie je meer informatie over dit spel. Dus ben je geïnteresseerd? Kijk even de linkjes. Zie je ook wat nieuwe foto's en gifjes. En bedankt voor het kijken naar deze aparte nieuwe game. Maar ik ben er heel enthousiast over en ik hoop jullie ook. Doei doeg!